Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben we weer wat Call of the Ghost gameplay. En vanuit is wat Free For All gameplay op de map Flooded. En het is met de Emta X, met Sun en met Grip. En ik speel hier op de PlayStation 4. En dat hadden jullie waarschijnlijk al in de gaten, want het ziet er natuurlijk wat minder uit. En het is wel jammer, het is een PlayStation 4, zoals je verwacht van de PlayStation 4. Het is een next generation console, next generation graphics. En het moet er gewoon veel beter uitzien als dit. En het is een beetje teleurstellend. Maar dat komt natuurlijk dat dit opgenomen is met de share-knop. Dat is een gratis functie. Dus je kunt er natuurlijk niet al te veel van verwachten. Maar het is natuurlijk wel jammer. Persoonlijk vind ik de gameplay niet heel erg storend. Want het is niet heel lelijk. Als je kijkt, vroeger was het al met een dazzle en zo. Het zag er echt niet uit. Dus dit ziet er op zich nog allemaal best goed uit. Maar ja, een PVR of een Elgato ziet natuurlijk vele malen beter uit. Als het goed is, ergens in januari komt er een update voor de PlayStation 4. Dat je daar ook kan recorden met de Elgato. Dus dan wordt die HDCP wordt verwijderd. Dus ik kan er niet op wachten. Jullie waarschijnlijk ook niet. In ieder geval als dat er is, zal ik echt weer veel meer Call of Duty kunnen uploaden. Want zoals jullie waarschijnlijk weten, upload ik de laatste tijd heel weinig Call of Duty. En dat is niet omdat ik het weinig speel. Want ik speel het eigenlijk nog best veel. Ik ben in deze match volgens mij bijna 5e prestige. En ja, dat is op zich redelijk hoog al. Dus ik heb al best wel weer iets erop zitten. En ja... Het is dus niet dat ik weinig speel. Maar het probleem is, ik speel heel veel op de PlayStation 4. En op de PlayStation 4 is het niet zo makkelijk om je gameplays te recorden, zoals ik al zei. En dat is natuurlijk niet de enige reden, want je zult misschien kunnen denken van... Weet je wel, als je dan eventjes wat wil recorden, speel heel eventjes op de PlayStation 3. Dan is het probleem opgelost. En dat is waar. En dat is ook wat ik de laatste tijd probeer. En heel veel mensen tweeten mij de laatste tijd ook van... Hey, ik heb jou net in de match gezien en na 5 seconden lief je al. En dat is waar, want ik start het spel op. Ik start de lobby bijvoorbeeld... En na 5 seconden zo, dan heb ik zoiets van, weet je wat, dit wordt het niet. En de reden daarvan is dat ik op de PlayStation 3 nooit met geluid gespeeld heb. En dat kan ik nou nog steeds niet. Ik heb geen geluid op de PlayStation 3. Want je hebt natuurlijk je speakers. Dus je zult zeggen van, wat lul jij nou? Maar dat is anders. Ik heb mijn geluid altijd heel laag staan, mijn volume. En via jouw speakers hoor jij niet echt veel. Je hoort natuurlijk al schieten en zo. Al het geluid wat je eigenlijk niet wil horen, hoor je via je speakers. En dat is al het lochtgeluid, explosies en al die onzin. Maar echt, de details die je wil horen, die hoor je niet. Zoals voetstappen, mensen die wapens switchen, die laden... En de silencers, die hoor jij niet via jouw speakers. Tenzij jij echt heel hard hebt staan. Maar dat vind ik niet fijn om te spelen. Dus het probleem is, op de PlayStation 3 speel ik niet meer geluid. En dan zul je misschien denken, hoe doe je dat dan op de PlayStation 4? Want ja, heb je een andere tv, heb je headset, weet ik veel wat. Nou, het probleem is, Het is zo, op de PlayStation 4 is er een optie om jouw oortjes van jouw mobiel. Je weet wel, die normaal gezien gewoon, hè, die oortjes, hè. Die je onderaan of bovenaan in je telefoon steekt. Die kan nou ook onderaan in je controle van je PlayStation 4. En als je dat doet, dan kun je daar gewoon jouw game sound doorkrijgen. En dat is eigenlijk mijn oplossing. En sinds ik daarmee speel, merk ik echt een enorm verschil. Het is echt alsof een wereld voor me open gaat. Het klinkt misschien wel stom, maar ik hoor ineens alles. Ik hoor alle voetstappen, ik hoor allemaal mensen laden, schieten. En al dat soort dingen. En dat is best grappig, want soms was het gewoon op de PlayStation 3 dat mensen in mijn rug schoten. Weet je wel, en dan schoten ze mis. En dat was met een silencer, dus ik zag het niet op de kaart. Ik liep gewoon door en ik kwam niks door. En dan schiet ze me vervolgens alsnog af, want ja, je hebt het gewoon niet in de gaten. En ja, nou is dat gewoon niet meer het geval. Ik speel constant op geluid. En dat is ook waarom ik deze gameplay gebruikt heb. Want het is een free-for-all gameplay, Flooded. En ten eerste, Flooded vind ik persoonlijk een heel fijne map om free-for-all te spelen. Want ik constant dit gebied, wat ik heel de tijd op en neer loop, dat is echt mijn gebied. Daar moet je gewoon vanaf blijven, want dat gebied domineer ik. En dat is ook wat je echt ziet in de gameplay. Ik speel ook met support, dat maakt het nog makkelijker. Maar in deze gameplay kun je heel goed zien... Dat ik gebruik maak van geluid. Want echt 90% van deze matches speel ik op geluid. En de overige 10% speel ik bijvoorbeeld op de UV. Want de UV is leuk. Maar als ik moet gaan kiezen tussen UV en geluid. Dan kies ik echt op geluid. Want UV die heb je maar voor een paar seconden. En geluid heb je voor altijd. En sinds ik dus echt met geluid speel. Merk ik pas het grote verschil. En het grote voordeel dat je hebt als je met geluid speelt. En hier zei ik net al. Constant zul je ook zien als ik heel even stilsta. Dan sta ik even te luisteren van waar komen de enemies vandaan. Waar hoor ik ze lopen en dan wachten ze gewoon op of weet ik veel wat. Want zo kun je gewoon altijd winnen. Als je weet dat er iemand om de hoek komt, kun jij eerder aimen en dan win jij 90% van de tijd win jij gewoon de gunfight. Tenzij je gewoon totaal niet kan schieten, dan win je natuurlijk niet. Maar over het algemeen win je gewoon de gunfight. Maar zoals jullie waarschijnlijk in de titel gelezen hebben van deze video, gaat het in deze video over stalken. Dus je zult misschien denken van waarom heb je nou overal de geluid en al die onzin. Dat interesseert ons niet. Maar dan komen we gelijk op het volgende punt. Want als jij echt goed wil spelen met geluid... Dan zijn er twee perks die je nodig hebt. En dat is Dead Silence en Amplify. Dead Silence zorgt ervoor dat je zelf geen voetstappen hebt. Of in ieder geval heel zachtjes. En de enemies kunnen jouw voetstappen ook moeilijk horen. En verder rest heb je... Amplify, dat zorgt juist voor dat je de enemy voetstappen veel beter hoort.
Dus je hoort ze echt bijna aan de andere kant van de map hoor je die enemies lopen. En dat zijn dus twee perks die jij eigenlijk bijna wel echt nodig hebt als jij met een headset speelt. Want dan heb je dus het echte grote voordeel. Alleen het probleem is, je hebt natuurlijk een x aantal punten. Ik weet zo niet veel hoeveel dat is uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, je hebt een x aantal punten die je kan gebruiken bij een klas. En hier heb ik trouwens mijn campstrike binnengehaald. Maar in ieder geval, wat doe je dus met die punten? Want meestal heb je al een beetje je ideale klas die je wil gebruiken. Dus hoe doe je dan dus oplossen? En bij mij was het dat ik Stalker weg heb gehaald. En Stalker is een perk die ik altijd heel fijn heb gevonden. Ook in Black Ops 2 was er Stok, dat was in principe hetzelfde als Stalker. En dat gebruikte ik altijd. Maar persoonlijk ben ik nou gaan denken, is Stalker niet een luxe perk? Is het niet iets wat fijn is als je het hebt, maar niet iets is wat je nodig hebt? Want verder is, als ik nou naar mijn perks kijk, want ik zie de match aflopen, ik maak het even snel af. Ik heb Quick Draw, nou ja, als je snelle eend heb je gewoon een veel grotere kans om te winnen. Dat is gewoon iets wat je bijna altijd wel nodig hebt. Volgens Focus, nou ja, dat is ook gewoon iets wat je nodig hebt. Er zijn al twee perks. Daarna heb ik dus Dead Silence en Amplify. En dan heb je bijvoorbeeld nog twee punten over. Nou, je kun je mee doen wat je wilt. Ik heb gekozen voor Blast Shield, omdat ik altijd dood ga door C4 en IEDs. Maar in ieder geval, dat is wat ik dus heb aangepast. Ik weet niet hoe jullie denken over Stalker, of jullie denken dat het echt een luxe perk is. Of dat jullie toch vinden dat het nodig is. In ieder geval, ik denk toch dat het een luxe perk is. Ik speel nou zonder. En met submachine guns heb je het helemaal niet nodig, heb ik gemerkt. En de assault rifles is het soms nog wel een beetje irritant. Maar laat achter in de comments wat jullie denken. Is Stalker een luxe perk? Is het echt nodig? Ja of nee? In ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Als jullie meer willen zien, dan laat heel veel likes achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.